Het Wereld Natuurfonds, WWF, zal enkele nieuwe projecten uitvoeren in Suriname en Guyana. Dit zegt Marleen van Charante-Stoffelen, Communications Officer van de organisatie in Suriname, in gesprek met de nieuwsdienst. De WWF-woordvoerder geeft aan dat nu gesprekken worden gevoerd met gemeenschappen om toestemming te krijgen voor uitvoering van de projecten. Ja, nieuw is dat wij een Sustainable Forest Livelihoods project hebben. Dat is vanuit de EU wordt dat gefinancierd. En dat het speciale daaraan is dat het een project is dat in Suriname en Guyana gelijktijdig plaats gaat vinden. Dat is nu in de inception phase wordt dat genoemd. Dus er wordt heel veel gesproken met gemeenschappen over wat we dus gaan uitrollen allemaal tijdens dat project. Maar het is de bedoeling dat het dus zorgt voor duurzame bronnen van inkomsten voor gemeenschappen in ons binnenland. De nieuwe projecten zullen rond mei van dit jaar van start gaan. Van Charante-Stoffelen geeft aan dat de reguliere projecten voor wat betreft de jaguars en schildpadden gewoon doorgang zullen vinden. Dus waar we inderdaad in de background hard voor hebben gevochten is zwaardere straffen op stropen. En als men dus nu gepakt wordt met schildpad-eieren bijvoorbeeld, dan is het buitenproces, ga je direct de bak in. En dat hebben we ook echt gedaan. Dus wij zijn niet bevoegd om mensen de gevangenis in te gooien. Maar de overheid wel. Dus de partners waarmee wij samenwerken, natuurbeheer, en die werken weer met de politie, die voeren dat ook uit. En we zien dat dat wel afschrikt. De communications officer zegt dat een daling is geregistreerd in het aantal stroperijgevallen.